En het grootste kiesdistrict Paramaribo bestaat uit 12 resorten en telt ruim 166.000 stemgerechtigden. Daarvan zijn er 119.328 naar de stembus geweest. Deze cijfers zijn gisteren op een informele meeting gepresenteerd door Saïsta Nabibaks, secretaris van het Hoofdstembureau. De infosessie was bestemd voor de media en politieke partijen. De grootste resorten zijn Blauwgrond en Latour. De VHP heeft in Paramaribo het hoogst gescoord met 38.780 stemmen, gevolgd door de NDP met 24.495. De NPS kreeg 21.654 stemmen en ABOP 11.644 stemmen. De verdeling gaat sowieso bij deze partijen zijn, maar dat gaat het Centraal Hoofdstembureau bekendmaken. Dat is niet de taak van het Hoofdstembureau. Aantal stemmen op DNA-niveau per politieke organisatie. Zoals u weet hebben 17 politieke organisaties meegedaan aan de verkiezingen in 2020. Het totaal aantal stemmen per partij A20 2551, ABOP 11.644, BEP 1872, DA91 414, De Nieuwe Wind 56, DOE 1657, HVB 2571, NDP 29.495, NPS 21.654, PALU 429, PL 2616, PRO 749, SDU 111, SPA 363, STRI 470, VHP 38.780 en de VVD 226. Dit is het aantal behaalde stemmen op DNA-niveau voor heel Paramaribo, voor alle 17 politieke partijen die hebben deelgenomen. En zei ik daarnet dat de NDP in Paramaribo 24.495 stemmen heeft gehaald. Ze hebben in totaal 29.495 gehaald. In kiesdistrict Paramaribo zijn er 17 kandidaten gekozen voor DNA. Nabibaks benadrukt echter dat de zetelverdeling vastgesteld wordt door het Centraal Hoofdstembureau. We hebben enkel de getelde stemmen per partij, per kandidaat gepresenteerd, zegt ze. Het zijn de gekozen DNA-kandidaten voor heel Paramaribo. Doordat wij alle processenverbalen hebben verwerkt in ons systeem, rolt de uitdraai. We hebben dus 17 DNA-leden die gekozen kunnen worden in Paramaribo. En de leden zijn Mathura Krishna van de VHP, Boutische Desiree NDP, Ruslan Gregory NPS, Van Samson VHP, Simon Jennifer NDP, Noor Mohammed Riyad VHP, Belfort Edward ABOP, Ednel Patricia NPS, Misikaba André, NDP, Dijkstil Cheryl, VHP, Sharman Dewan Chandra Bosi, was het goed? Chander Bos, VHP, Parmesara Binder, NDP, Plain Ifanildo, NPS, Binda Sham, VHP, Bofa Melvin, NDP, Sampi Edgar, ABOP, en Wang Xuanrui, VHP. Dit zijn de gekozen 17 DNA-kandidaten voor Paramaribo. Uitleg van Saïsta Nabibaks, secretaris van het Hoofdstembureau Paramaribo. De VHP heeft in dit kiesdistrict de meeste stemmen behaald.